Gefeliciteerd. U bent een van de gelukkige winnaressen die een gloednieuwe stofzuiger mag kopen. Ja, maar... Hoezo wat, hè? Zij boft ook altijd. Dus... Wat is dit nu? Oh, jongen. Ja, laat mij nou maar begaan. Ik heb dat meer bij de hand gehad. Wat? Nu? Betekent dit? Ja, dat zouden ook wij... Ook wel eens. ...willen weten. Oh. Juist. Dames en heren. Dan zal ik u demonstreren. Laten zien, aantonen als het ware... De zuigkracht van de reservoir. Zuigkracht? Van wat? Van wat? Wat zegt hij nou? De zuigkracht van de reservoir. Deze stofzuiger nu... Wacht. Oh, stofzuiger! Yes. Eén. Twee, pas op. Doei. Juist. De techniek staat voor iets. Ja, zo. Zo. Hup. Daar gaat ie. En klaar. Zo. Maar... Stilte! Let op. Let nou op! Eerst de kiertjes. En dan de gaatjes. En vooral ook de randjes. En de reten niet vergeten. Zo, en dan weer een hele kapet. En de gaatjes. En de kieren. Klaar. Ja, maar... Wat is dit? Oh. Ja, laat eens zien. Ik zie het reeds. Te weinig elektra. Dat doen we zo. Eén moment. Dat doen we zo. En vloek. En... Yes. Ja. Dan bent u een van de gelukkige winnaressen die een set prachtige prentbriefkaarten mag kopen. 10 guldentjes maar. Oh, zie je wel? Maar wij hebben al onze kerst- en nieuwjaarswens al verstuurd. Niks hoor. Mee te maken, mens. Kijk er niet. Een paar prachtige boekwerken. Zit hier. Wat heeft dat hier te betekenen? Balhaard, scheer je weg. Augurkharen snijboon en dat op mijn verjaardag. Paard, wat doet die rare soes aan hier? En dan die drie opgedirkte theetantes. Zijn die drie keuzepatters om vriendinnen van jou? Meneer, je bent wel grof. Fred Haché is mijn naam uit de gelijknamige show. Prima deluxe, u weet wel. En dit hier is mijn trouwe vriend en collega Barend Servet. Barend. Geef jij deze mevrouw eens een hand? Servet, aangenaam. Servet. Hoe maakt u het? Servet. Mevrouw. En dan moeten jullie nu nog op de studio uit! Maar jij blijft hier, Barend.
Zeg, Barend, hoe moeten wij nu verder met ons programma?